मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया न तुम हम जाने न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया Hebben we dat 2 over 5, lieve luisteraars? Prachtig opening selection van het gesprek vanmiddag. Van Hemant Kumar en Suman Kalyan Poorji. Uit de film Baat Ik Raad Ki. Het jaar was 1962 toen deze film uitkwam. Taal is natuurlijk de basis van alle gemeenschappen, cultuur, identiteit. De taal biedt ingang tot alle informatie die iemand nodig heeft om kennis te nemen van zijn roots, hè, waartoe hij behoort. En in het licht van 149 jaar Hindoestaanse immigratie besteed de komende dagen aandacht ook aan dat feit. Volgend jaar, dan is het precies 150 jaar geleden dat onze voorvaderen voet aan wal zetten in Suriname. Ieder vanuit zijn eigen moverende reden heeft toen die weg gekozen en wij zijn de nazaten. En daaruit is uiteindelijk een taal ontstaan, want ze spraken oorspronkelijk hun dialect dan wel het Hindi. En uit al die verschillende dialecten en het Hindi is het Suriname uiteindelijk voortgekomen. Vandaag, lieve mensen, stilstaan bij dat aspect, hè, van toch wel invloeden van andere talen op een taal, bijvoorbeeld Suriname, doordat de woorden van vreemde talen worden ingecorporeerd, opgenomen in de eigen taal. En de impact van, die verschuiving in begrippen en woorden in een taal voor de cultuur, de identiteit van een gemeenschap. Ik heb daarvoor mevrouw Wanita Ramnath bereid gevonden om daarover met ons in gesprek te gaan. En Wanita doet veel onderzoek op het gebied van diaspora en taal en heeft een grote interesse in de Surinaamse cultuur. Vooral de songteksten en muziek hebben haar belangstelling. In het dagelijks leven is ze directeur van International Pharmacy and Healthcare. Werken voor de gemeenschap, mensen over de hele wereld helpen ongeacht hun ras, kleur en geloof. Zeker op het gebied van cultuur, gezondheid en onderwijs is haar passie een mondvol. En ze heeft natuurlijk heel wat studies gedaan, een lijst vol studierichtingen. Ze heeft bijvoorbeeld wiskunde, organisatiemanagement, bedrijfskunde management, planning en budgettering en general management opleiding gevolgd. Vervolgens deed ze haar MA en MOB Nederlands. En ze deed haar master taalkunde aan de Universiteit van Leiden in Nederland. En momenteel doet ze haar PhD. Dat wil zeggen dat ze van plan is te gaan promoveren. En bij uitstek de juiste persoon om over mogelijk invloeden van taalverbastering of het opnemen van andere begrippen woorden in een taal, hoeverre er sprake is van acculturalisatie, dan wel verbastering van de taal. Mevrouw Wanita Ramnath, goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag, dank u zeer. Heb ik u zo goed ingeleid? Jawel. Ja? Welkom in de uitzending en we gaan met u praten over natuurlijk de taal en waar u op gefocust bent in hoeverre de Suriname door bijvoorbeeld op het gebied van zang en bij Tagala heb je als toch wel zeg maar onderdeel van de zangkunst eruit gelicht. Om daarin te kijken in hoeverre die bij Tagana op begrippen woorden afgelopen jaren verschuivingen heeft getoond.
Maar voor we daartoe overgaan, u bent natuurlijk veel meer dan wat ik net genoemd heb. Wellicht dat u een korte introductie uit uzelf hebt. U heeft gestudeerd en gewoond, als het goed is, in Nederland. U heeft in Leiden gestudeerd, maar u woont en werkt nu in Suriname. Dat klopt. Ik heb voor mijn studie heb ik daar, ik kon het hier niet doen natuurlijk, ja, in Suriname. Toen heb ik besloten, want ik wilde natuurlijk ook gaan PhD'en. Ja. En toen besloot ik om die studie daar te doen. En ik heb toen op de Universiteit van Leiden gezeten. Ja. Ik heb die studie daar afgemaakt en ik ben teruggekomen naar mijn land. En vervolgens heb ik na enige tijd een proposal ingediend voor mijn PhD en dat is geaccepteerd. Inmiddels ben ik een paar jaartjes verder en als het goed is moet ik eind van dit jaar promoveren. Ja, u heeft als het ware uw doctoraal opleiding in Nederland op de Leidse Universiteit afgemaakt. Uw master? Mijn master. Taalkunde. En vervolgens bent u ook gaan promoveren. Tenminste, u heeft een vervolgopleiding gevolgd om uiteindelijk te promoveren. In Leiden bent u dat ook gaan doen. Maar u bent... Nee? Nee, ik promoveer niet in Nederland. Nee. Maar ik promoveer aan een universiteit in Fiji. Fiji? Dat Australisch geaccrediteerd is, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Oké. Okay. Waarom Fiji? Ik stond daar op een conferentie. Ja. En ik ben eerst begonnen aan een universiteit in Amerika hoor. Ja. Maar eigenlijk wilde ik doorgaan met wat ik op het gebied van taal en cultuur deed. Ja. En ik heb toen daar een professor ontmoet. Ja. Die eigenlijk, er zijn heel weinig mensen die muziek en taal hebben gecombineerd. Yeah. U kunt het opzoeken, u gaat zien, dat is heel weinig. Yeah. En daar heb ik wel een professor gevonden, weliswaar een hele oude man. En hij kon het beste begrijpen. Ja. Ja. En kunt u ons... Kunt u ons uitleggen wat nou precies, zeg maar, uw probleemstelling was? Wat was, zeg maar, het onderwerp waar u op... Bij mijn master op de Universiteit van Leiden, uiteindelijk heb ik mijn zin doorgehad met heel veel overtuiging. Toen heb ik een vergelijkingsonderzoek gedaan tussen, zeg maar, hoe hebben die liederen zich ontwikkeld op het gebied van taal. Hè? En taal is niet één aspect alleen van creolisering, u noemt het acculturatie, maar welke invloeden hebben die teksten gehad in die liederen. Dus eigenlijk is niet die muziek heel erg belangrijk voor mij, maar die liedteksten, hoe die taal zich ontwikkelt. En ik heb toen een vergelijking gedaan met Suriname, in Nederland, Guyana en Trinidad. Mm-hmm. Vervolgens stond ik op de conferentie en toen zag ik van, Fiji en Mauritius en dat soort landen zijn ook diaspora-landen natuurlijk. Ja. En die hebben ook min of meer dezelfde geschiedenis die wij hebben gehad. Dan heb ik het met betrekking tot hun bestaanse immigratie, de cultuur, de taal. Dus ik bedoel, ik kan in Fiji, kunnen we gewoon het Surinaams spreken en ze verstaan ons helemaal. Ja. En zij praten hun vorm van Bhojpuri, Indo-Fijian noemen ze dat, hun Fiji-Hindi noemen ze het, of Fiji-Baat, Hindi-Baat, weet u. Ja. En we kunnen ze ook gewoon verstaan. Ja. Zijn hier en daar wat andere, wat kleine verschillen, maar we kunnen ze gewoon verstaan. Ja. En toen kwam het idee van, ik wil ook kijken, wat zijn de verschillen, wat zijn al die taalaspecten in Fiji? Mm-hmm. Want dan heb ik mijn onderzoek uitgebreid, toch? Dan steeds hetzelfde te doen. Ja. Met nog een land erbij. Ja, toch wel heel erg opmerkelijk is dat in die verschillende diaspora-gebieden, hè, die landen die u genoemd hebt, Guyana, Trinidad en Fiji, dat min of meer de Indiase nazaten in die gebieden een taal ontwikkeld hebben die min of meer identiek zijn met hier en daar wat
accentverschillen waarschijnlijk? Klopt. Ja. Klopt. En waar ligt dat? Hoe komt dat toevallig toch wel er een soort van gemeenschappelijke taal in zou ontstaan die men nu mogelijk spreekt en ze elkaar daarin kunnen verstaan? Had het te maken met de oorspronkelijke taal, dat de meeste uiteindelijk vanuit de omgeving kwamen waar Bhojpuri gesproken werd en dat de gangbare taal was van de migranten? Ja, dat klopt. Omdat de immigranten min of meer uit dezelfde gebieden zijn gekomen naar al die landen. Hè? Ja. En, maar het verschil met Suriname is dat wij wel een Nederlandse kolonie zijn. Wij spreken het Nederlands. Ja. Van al die andere landen waar het Engels de voertaal is. Ja. Dat is wel het verschil. Dus onze Sarnami bijvoorbeeld nu meer, omdat we die taal steeds minder spreken en die taal, waardoor je niet actief bent in die taal, dus dan ga je gewoon veel meer Nederlandse woorden opnemen in die taal. Ja. Dus dan is die taal niet meer zo puur. Alle woorden die je niet in het Sarnami kan bedenken of je komt niet erop, gebruik je een Nederlands woord voor. Mm-hmm. Maar dat is bijvoorbeeld in Fiji niet het geval, want daar hebben zij een Engels woord voor. Ja. Dus als wij met ze praten, die Nederlandse woorden die we gebruiken, moeten we dus dan even denken om het dan in het Engels te zetten. Ja. In Guyana en in Trinidad bijvoorbeeld zien we dat die taal bijna verdwenen is. Omdat dat ligt ook aan die koloniale taalpolitiek toen. Ja. Wij zijn toch wel in een gezegende toestand geweest, waardoor onze Sarnami is gebleven. Maar als ik die vergelijking doe met Fiji en Suriname, dan is Fiji in een veel en veel beter gezegende toestand. Die taal is daar. Iedereen praat het nog thuis. Ja. En hoe zou dat komen? Is het omdat zij misschien vergeleken bij Suriname ten opzichte van de andere... Het is ook een pluriforme samenleving, Fiji, toch? Ja. Ja. En vormen de Indiase nazaten de meerderheid op Fiji? 53%. Ja. 53% is dat nu gebleven, dus dat ze zijn. Maar ze bezigen wel in die taal. Dus in hun thuissituatie praten zij wel hun Sarnami als het ware. Hun vorm, hun Fiji-baat. Ja, Fiji. Of hun Fiji-Hindi, zoals ze het noemen. Ja. En hoe komt dat? Waarom? Ik bedoel, hun geschiedenis is waarschijnlijk iets ouder dan de geschiedenis van de Surinaamse Hindustanen. Dus de diaspora op Fiji. En toch is zeg maar de communicatie in hun oorspronkelijke taal nog altijd in de primaire omgeving aanwezig. Waarom daar wel en bij de Surinamers niet? Kijk, de taal waarin we praten is eigenlijk een persoonlijke keus. Bij hun is ook de voertaal is ook het Engels. Ja. Toch? Dus dat ze hebben ongeveer min of meer eenzelfde situatie als wij hebben. Ja. En maar zij hebben wel ervoor gekozen om echt in die taal bezig te zijn. Ja. Begrijpt u? Ja. Misschien, kijk, ik ben nog steeds met het onderzoek bezig, maar enquête daar, volgende maand hou ik mijn enquête daar. Ja. Dan heb ik een veel beter beeld. Wat ik nu heb, is eigenlijk research. Ja. En hun laatste research, dat er die taal gewoon groeit. Ja. Dus zij hebben geen angst, dat is uit hun research voortgekomen, dat hun vorm van Bhojpuri, hun Hindi-taal of zo. Ja. Dat maar bij hun is het ook bij alle formele dingen, want het Hindi nog heel erg bezig. Ja. Die mensen praten ook. Kijk, bij ons is het zo dat iedereen bijna, 96% van de samenleving kent het Suriname. Ja. Maar daar kan niet iedereen die inheemse taal spreken. De taal van de inheemse, van de Fijians. Ja. Dus dat is anders. Bij ons hebben wij het Sranang helemaal geadopteerd en gemaakt tot onze taal. Iedereen verstaat. Zelfs in de rechtszaal. Hè, als u in de rechtszaal hier bent en er zijn mensen die taal niet machtig zijn, gaat die rechter automatisch over naar het Sranang. Verdachte, vertel me, Sana Juning. Ja, de instituties in Suriname moedigen dat aan. Ja, ja. Klopt. Ja. Ik heb nog nooit in de rechtszaal gehoord van verdachte tot naamkahe. Mm-hmm. Weet u? Mm-hmm. Het is altijd gewoon in het Suriname. Ja.
Ja, ook al is dat een Hindustaanse man of vrouw daar, ja. Het is dan in het strand, omdat die taal het meeste gebezigd wordt. Ja. Ja, dat is een keuze die men maakt in Suriname. Hoe komt het dan? Want dan is er sprake van de dominantie van een ander, zeg maar, lokale dialect, in dit geval Surinamtongs, Neger-Engels, die toch wel beter ingebed is in die samenleving. Terwijl, als we dat gaan kwantificeren, groep Hindustanen ten opzichte van de beheerders, de eigenaars van de Surinamtongen, Neger-Engels, die groep even groot is. En in de emancipatie zie je, zonder tekort te doen aan wie dan ook, dat die Hindustanse gemeenschap zich beter ontwikkeld heeft, intellectueel in die samenleving. Wat heeft gemaakt dat de taal van de Hindustan dan verdrongen is in de loop der jaren en eigenlijk door een ander eigenlijk zo'n beetje overheerst is? Ja, ik denk in 2017 of 2016 heeft Moti Marhe een lezing gehouden in Den Haag. En daar was ik ook. En ik was het volledig niet eens met meneer Marhe. Ja. Meneer Marhe zegt van, hij noemde de titel van die lezing was Sarnami, het stiefkindje van de Hindustanen. Ja. En literally is het zo. Kijkt u. En hij noemde x aantal factoren op waaraan het kan liggen. Ja. U weet dat er een soort fabeltje jaren heeft geleden. Dat heb ik zelf meegemaakt bij mijn opvoeding. Mijn ouders die probeerden, ook al was hun Nederlands gebrekkig, maar ze probeerden ons zoveel mogelijk in die taal op te voeden. Want ze dachten, anders heeft mijn kind een achterstand op school. Ja. Maar als je taal studeert, dan weet je dat een gebrekkige taal vele malen erger is. Hè? Want dan leer je alleen maar foutieve dingen. Mm-hmm. Dus ik ga je zeggen, ik zat al op een MOA-studie en ik ben best geslaagd geweest. Maar ik moet u zeggen, ik heb heel erg veel in mezelf moeten pushen wat lidwoorden betreft. Alle lidwoorden waren bijna verkeerd. Yeah. Dat komt omdat ik vanaf huis uit zo met die taal bijna opgedwongen werd van, ja, je moet in het Nederlands praten. Dus ook al vroeger zei, wat moest je in het Nederlands terug antwoorden? En daar begint het al. Ja. Omdat ouders, opvoeders, denken dat wanneer ik mijn kind in de taal die eigenlijk de spreektaal is, de taal waarin het onderwezen wordt, dat heeft mijn kind een voorsprong op school. Ja, was dat verschil? Ik bedoel, verschil ten opzichte van de andere groepen, waren de Surinaamse Kriolen, op dat punt hadden ze een andere gedachte, was voor hen de Nederlandse taal niet belangrijker dan de Surinamtongen om maatschappelijk beter ik te kunnen... Ik heb vrienden gehad, ja? Nog steeds, en als ik bij ze over de vloer ben, wordt er gewoon Surinamtongs gesproken. Ja, ja, ja. En ik weet niet hoe het nu echt is, misschien met modernere ouders, maar wij allemaal kunnen het Surinamtongs vlot. Ja. Ja. Allemaal, we praten beter Suriname dan het Surinami. Ja. Een andere reden die meneer Marhe toen ook heeft aangehaald, maar wat ook uit onderzoek in Guyana en Trinidad is gebleken, waarom die taal is verdwenen. Ja. Ten eerste werd er veel minder gebezigd in die taal. Ja. Maar er is een soort van minderwaardigheidscomplex ontstaan. Precies. Toch? Dat die, een soort fabeltje dat die taal een minderwaardige taal is. Terwijl het een taal is met een spelling, het is een volwaardige taal. Ja. En dat merk je ook op. Wanneer je mensen iets in het Surinami zegt, is je antwoord altijd in het Nederlands terug. Heel zelden gaat iemand je vertellen van terug antwoorden in het Surinami. Ja. Als je ook zegt van kijk ze tot din bitelaat, dan gaan ze zeggen van, oh ja, was goed, is goed. Of ja, drukke dag gehad. Terwijl men de taal machtig is, antwoordt men in het Nederlands. Klopt. Ja. Klopt. En jij het zegt. Kan ook zo zijn dat mensen zich beter in die taal kunnen uiten. Toch? Want kijk, u en ik praten nu ook hierin, omdat wij allebei beter in het Nederlands kunnen uiten. Toch? Ja. Dat is sowieso ook. Maar
ook de luisteraars weer meegeven, toch? Want je gaat niet een taal bezigen die ze niet goed verstaan of waarbij ze de context niet eens kunnen begrijpen. Snap ik. Dus je publiek is ook belangrijk. Ja, maar dit is historisch, dit is historisch ingeslopen. Waar wij nu staan heeft te maken bij wat u zegt net, is dat er een moment is geweest in onze ontwikkeling dat onze opvoeders waarschijnlijk een ander beeld hadden van de waarde van hun eigen taal ten opzichte van maatschappelijke kansen. En daardoor dus andere prioriteiten stelden. En feitelijk dus ook als het wat u zegt, hè, de taal niet zelfmachtig waren, toch erop aandrongen dat wij thuis niet Surinamisch spraken, maar in het Hindi in de Nederlandse taal gingen communiceren. Ja, ik weet bijvoorbeeld van mijn tijd, toen ik nog op de basisschool zat, de lagere school hier genoemd. Ja. Zelfs op de Mulo-school weet ik nog heel goed ja. dat je in de pauze, wanneer de leerkrachten gingen surfieren, dit is wat ik persoonlijk heb meegemaakt, hoor, ja. Mocht je niet in je eigen taal communiceren. Je moest ook in de pauze het Nederlands spreken. Ja. 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 Begrijpt u? Want de hele tijd ben je bezig kakeren te doen. Ja. Praat Nederlands. Ja. Dat waren de opmerkingen. Ja, ja. Hebben de onze leiders op dat punt gefaald? Wellicht dat onze ouders niet beter wisten, hè? Maar ik denk dat net wat u zegt. Ja. Het is misschien een beetje, ga heel voorzichtig erop in, misschien een beetje onwetendheid, ja. een beetje onzekerheid. Kijk, als je niet weet. Nu zijn er veel meer onderzoekingen, er zijn veel meer studies gedaan dat kinderen even goed meertalig opgevoed kunnen worden. En dat ze gewoon even goed in alle talen kunnen zijn. Ja. Ja, dus dat is nu al bewezen, keer op keer bewezen. Ja. En ook dat die invloeden die taal heeft ondergaan, hebben onze songwriters, de mensen die teksten schrijven, ja. en onze zangers ook bewogen om zich aan te passen aan de situatie van hun publiek. Ja. Ja, dat is onderdeel van het proces, dat is stap 2, stap 3. Maar het begon bij de primaire omgeving. Ja, toch? Ja. Het begint gewoon met wat wij doen, ja. toch? Als wij niet meer in die taal praten, ja. we bezigen ons niet, we voeden onze kinderen niet meer ja. in die taal op. Ja. En ook bijvoorbeeld, een heel belangrijk element is, als je op sociale plekken aankomt. Ja. Ik heb gemerkt nu, ik ga overal, hè. Ik ga naar moskeeën, ik ga naar mandirs, ik ga overal om te kijken hoe die taal zich ontwikkelt. En als je komt in een mandir, ik heb gemerkt dat die pandit nu ook in het Nederlands uitlegt. Hè? Dus dan gaat hij het lezen in het Hindi en dan vertaalt hij het in het Nederlands. En in Nederland is dat ontzettend belangrijk. Ja, daar kom je bijna altijd, alle vertalingen zijn gewoon in het Nederlands. En aan de andere kant snap ik die pandit of die mulbi wel, want je publiek snapt het niet. Dus dan zit je daar wel iets te vertellen, mooi, maar ze snappen het niet, heb je ook niks aan. Ja, maar toch, dat is het resultaat nu, hè? Maar ik ben toch nieuwsgierig naar de veroorzaking van dit resultaat. We hadden het over onze ouders, hè, die toch vonden dat we beter in de Nederlandse taal opgevoed konden worden. Maar daar zit toch daar een stap voor. Ik bedoel, ze maken deel uit van een gemeenschap. Ik bedoel, in hoeverre heeft cultuurbesef en de waarde van de eigen cultuur, de eigen identiteit, geprevaleerd bij die gemeenschap en bij de key persons, om toch wel de mensen aan te moedigen dat niet te verliezen. En de taal, vooral als basis van de sleutel, om toegang te krijgen tot met name literatuur en alles wat belangrijk is om over je identiteit te weten, om dat niet te verwaarlozen en dat thuis ook zeker te spreken en met je kinderen te delen. Hoe ver hebben dus de key persons, de leiders die zeg maar verantwoordelijk waren voor dat cultureel besef, de eigen identiteit, dus het zelfrespect, het zelfbeeld, de eigen waarde, hoe ver hebben ze dat zeg maar gepoogd bij de mensen in te spreken, aan te praten en te voorkomen dat dus dit wat wij nu met elkaar bespreken heeft kunnen ontstaan. Want er is ergens een situatie waarbij toch wel, kijk, de individuele gezinsleden die
waren niet echt hyper ontwikkelde mensen, die weten niet beter. En waarschijnlijk dachten jouw ouders en mijn ouders, ik heb het maatschappelijk niet gered, maar ik wil dat mijn kinderen later toch wel een betere kans krijgen, een betere positie verwerven. En in hun besef was het, als ze de taal goed beheersen, dan komt het allemaal goed. Maar wanneer alle anderen, de politici, de pandits en weet ik veel wie allemaal de keypersons waren, die hadden toch beter moeten weten? Ja, we kunnen natuurlijk overal een vinger wijzen, maar de grote vraag die mij meereist is, wat doen wij zelf daaraan om die taal wel in leven te houden? Kunnen we kijk dat bijvoorbeeld, nog? Als we nagaan, worden er nog steeds mooie gedichten, mooie dingen in het Suriname geschreven. Ja. Toch? Ook in het onderwijs. Ook in het onderwijs mag je bijvoorbeeld wel gewoon een Suriname gedicht gaan analyseren. Eentje van Dobro of hoe het volkslied, noem maar op. Toch? Maar hoeveel doen wij bijvoorbeeld wel aan culturele evenementen? Dat we echt organiseren, dat we stimuleren, dat we fondsen ter beschikking stellen, van dat we meer research doen, dat we kijken wat er is, of laten we bijvoorbeeld competities organiseren voor opstel, voor essays, of voor boekjes, of voor liedteksten, of voor liederen, om zo toch die jongeren ook erbij te houden. Ja. Het gebeurt niet. Nee. Ik ga u zeggen, in maart, dit jaar, afgelopen maart, toen ben ik door Trinidad benaderd om in de jury te zitten voor wat wij bij Tagana noemen is bij hun chutney. Hè? Ja. Ik zat in de jury bij hun voor chutney. Ja. En ik zal u zeggen, ze hebben nu zo een netwerk gevormd voor alle nieuwe mensen die met zo'n lied uitkomen. Ja. Dan worden ze geplaatst in een soort van competitie. En elk jaar wordt dan een chutney Rani en een chutney Raja uitgeroepen. En wat voor mij heel mooi was, is niet die muziek die heel veel punten scoort, maar die lyrics. Ja, de tekst. En dan moet het moet niet een onzinnig verhaal zijn, maar daar gaan de meeste punten naar. Ja. En wordt dan gekeken naar de puurheid van de taal die men gebezigd heeft? Of kijkt men naar een samenstel van woorden bij elkaar die gefaked zijn om een mooi tekst te maken? In die landen, als er een lied volledig bijvoorbeeld, wat zij wel hebben is ze pakken die Bollywood liederen en dan zetten ze met hun eigen beat, hun eigen muziek, muzikale begeleiding en dan maken ze het een beetje anders. Maar dat zijn typisch Bollywood liederen. Ja. Ze maken heel veel eigen liederen. Die liederen zijn vaak in het Engels gecombineerd met woorden uit het Hindi. Ja. Want bij hun is die hun versie van Bhojpuri, de Guyanese of de Trinidadiaanse, dat is een beetje eigenlijk, je hoort het niet echt dagelijks. Er zijn nog wel wat mensen die een beetje praten, maar niet veel meer. De taal is uitgestorven daar, als het ware. Daar is de taal behoorlijk uitgestorven. Ja. En dat beseffen ze ook. Ja. Maar in die liederen krijgen ze nog wel wat woordjes mee. En soms heb je wel wat extra zinnetjes, regeltjes erbij. Ja, maar dat is meer voor plezier en vermaak. Niet voor, bewuste niet in het alledaagse gebruik. Ja, nee. Ja, het heeft niets met hun puja's en zo gebeurt wel in het Hindi. Maar wat wel merkwaardig is bij hun, heel erg opvallend, dat die Bollywood films heel erg populair zijn bij hun. En verstaan ze het ook wel, als ze naar zo'n film kijken? Ze verstaan het wel. Ja. Ze verstaan het wel, maar misschien, kijk, nu heb je ook heel veel ondertiteling en zo, hè? Waarschijnlijk is hun kennis van Hindi toch iets beter, omdat die puja's die ze doen en dat soort dingen zie je wel nog in het Hindi gebeuren. Ze hebben ook nog de vorm van originele bij Tagana, maar heel religieus, dat noemen zij taansinging. En dat hebben ze wel nog in die mandirs en bij kawalis en zo zie ik dat wel nog gebeuren. Ja. Als we kijken naar de bij Tagana in Suriname, hoe ver is daar behoorlijk toch wel merkbaar dat vreemde talen, vreemde begrippen, woorden,
overheersend zijn? Ja. Ja, klopt. Wij hebben eigenlijk heb ik in mijn onderzoek heb ik de buitendana in twee fasen verdeeld. Ja. Bij de eerste fase, dat is eigenlijk de teksten die onze voorouders, de immigranten, ja, die hebben ze dan meegenomen uit moederland India. Ja. En die hebben ze dan hier geïmproviseerd en tot een lied gemaakt. Ja. Dat waren allemaal heel religieuze liederen. Ja. Liederen die altijd met een Allah begonnen. Mm-hmm. Toch? Of een Doha. Mm-hmm. Een Doha is een 2-3 regels iets uit de Ramayana. Ja. En zo kwamen die liederen. En er was een verschrikkelijke toonhoogteverschil. Mm-hmm. En dat was dus dan de Baitagana. Helemaal religieus, met een morele boodschap, helemaal in het Hindi. Ja. Bij de tweede fase was het nog steeds in het Hindi, maar dan waren er, kijk, er was niet zo goed verkeer tussen India en Suriname. Ja. Dus toen waren die mensen eigenlijk gedwongen om zelf hun liedteksten te maken. Mm-hmm. En dan krijg je een fase waarbij ze immigratieliederen maken. Dat waren eigenlijk liederen waarbij het plantageleven bezongen wordt, verdriet van achterlaten van geliefde, familie. Mm-hmm. En alle herinneringen die opkwamen, dat zijn die liederen die daarin, al die elementen zijn daarin dan terug te vinden. Ja. Wel met totaal andere betekenis nog. Ik bedoel, ik ga je vertellen, er is een lied waarbij een vrouw in een trein zit. Mm-hmm. En dat stuk is opgenomen in het boek Kahedele for This, mm-hmm. Why Did You Go Overseas. Er is een stuk daar opgenomen en het is in het Bhojpuri. En die vrouw zit in de trein, Suriname had het toen niet natuurlijk, en haar geliefde is in Suriname op een plantage. En dan vraagt ze ook van, ze zegt, bezingt het van, hoe is het in jouw land daar, in welke dorp ben je? Heb je nog Koyalia daar, die vogels, toch? Mm-hmm, heb je Koyal, Mekka, ja. Heb je Medina, en heb je Kasi, en noem maar op. En dan zegt ze van, kijk, het is het is seizoen van de regen, het regenseizoen. En ze zegt van, mijn blouse zit heel erg strak. En dan moet je denken, als je zegt, als iemand me zou zeggen, mijn blouse zit heel erg strak, dan zou ik zeggen, oké, heb je een maatje te klein gekocht of ben je aangekomen? Mm-hmm. Toch ben je wat voller gaan worden. Yeah. Maar na het analyseren van dat lied en vertaling vanuit ook India, dan merk je dat het heeft te maken van dat ze eigenlijk gespannen borsten heeft. Dat mm-hmm. ze heel lang niet de liefde heeft bedreven met haar man. Okay. Dus dat is de boodschap die terug is gekomen. Ja, en zo zie je dus, dit noemen ze de Birha-liederen. Ja. Komen ook daarin voor. En dit is een andere fase. Ja. Bij de derde fase. In de tweede fase wordt nog altijd de taal van herkomst gebezigd. Nog steeds in Hindi. Ja. Of Bhojpuri. Nog steeds. Bij de derde fase. Ja. Bij de derde fase, dan krijg je dat ze die muziek zijn gaan veranderen. Het zijn Bollywood liederen. Ja. Bijvoorbeeld Mohan Ke Muralia, ik noem maar een voorbeeld. Die wordt dan helemaal opnieuw gezongen. Zangers als Ramdeo Chaitu, etc. Die nog steeds eigenlijk in het Hindi zitten. Maar hier en daar heb je wel wat Sarnami woorden. Yeah. Maar die muziek is dan geen classical of semi-classical. Maar het is al helemaal in die Baitagana sfeer gaan worden. Toch? Het is al eigenlijk een dansmuziek aan het worden. Mm-hmm. Omdat toen ook gebleken was dat die vorm van Baitagana mensen niet meer aantrok. Ja, even dan, de instrumenten zijn toch nog altijd harmonia en dhol en een tantaal? Ja, maar als je nu kijkt, staat er een hele band daar muziek te spelen maar met keyboard en alles. Is dat al in fase 3 of dat komt toch later? In fase 3 beginnen die verandering al te komen. Ja, dus de keyboards en die die muzikale begeleiding begint te veranderen. Ja, ja. En dat komt door invloeden van Trinidad, Guyana en al dat soort dingen, hè? Ja. En westerse invloeden ook. Ja.
En bijvoorbeeld in 1973 heeft Ram Murtilaj van dat populaire liedje van, ik weet niet of je dat kent, Mini Rock. Ja, ken ik. Heel populair liedje. Ja. Mini Rock is een van de weinige liederen in die tijd ja. die alleen woorden begon te krijgen uit andere talen. Ja. Mini Rock is een Nederlands woord, hè? Ja. Mini Rock is niet helemaal Nederlands. Mini is een combinatie van Engels-Nederlands, toch? Nou, eigenlijk een mini rock is een korte rock. Ja, ja. Maar oké. Okay. Ja. In het Engels zou het zijn mini skirt. Ja. En lipstick is wel een Engels woord. Ja. Dus hij zegt mini rock pahin ke larki, lipstick khub lagai ba. Ja. En chatak chatak ke chal chale London ke bharmai ba. Ba is een typisch Surinamese woord. Ja. En zo kreeg je het ook al, bijvoorbeeld Annie Bodha, ja. die toen Umanangamang gezongen. Ja. Umanangamang, Alamalawang. En met dat liedje werd ze heel populair. Omdat ook de niet-Sranami-sprekers ja. het Sranang verstonden. Ja. Hetzelfde heeft Lakshman Bagelu gedaan met ook zijn superhit Alamazradoro Pranika Sabakoro. Dus u zag dat eigenlijk op daar al, in de derde fase, eigenlijk al die veranderingen begonnen te komen. Ja, men waagde zich tot de Sranang-tongen. Om uiteindelijk in ja. Baitagana-stijl liederen te sponeren, schrijven, hè, de teksten. Ja. En de muziek van oorsprong aan te koppelen. Klopt. Ja. En ook om je publiek te boeien daarmee. Ja. Dat was voornamelijk ook de reden. Ja. Is daar toen al... De behoefte geweest bij de Surinaamse Hindustaan om buiten hun territorium te treden, liefst buiten hun eigen gemeenschap? Ja. En, ja? Jawel. Ja. Jawel. Kijk, Surinaamse zangers, die buitengaande zangers, ja. Die waren heel erg populair. Ze gaven heel veel shows in Trinidad. Ze ja. gingen naar, met hun bandjes naar Amerika, ja. ook naar Nederland, ja. ook in Guyana. Dus die waren altijd al heel populair. Ja. Bij de vierde fase zeg ik van, daar komt er een verandering, ja. Dat er heel woorden, dan heb ik het over liederen die zelf worden, door writers of door mensen, niet gekopieerd uit Bollywood. Ja. Daar zie je wel dat er, als je die liederen analyseert, zie je dat er eigenlijk 30-40% woorden uit andere talen zijn opgenomen. Voor bijvoorbeeld Sranang. Gevolgd door het Nederlands, gevolgd door wat Engelse woorden en de rest is dan Hindi of Surinami. Dus ja. hier zie je wat u verbastering noemt, ja. acculturatie, ja. we noemen het creolisering. Ja. Je ziet dat woorden en elementen uit andere talen worden opgenomen. Bijvoorbeeld een heel populair liedje van Selecta en Kayente uit 2011, ja. Jugu Jugu. Mm-hmm. Zelfs ja. dat woord, hè? Ja. Dat woord Jugu Jugu is zo populair geworden. Ja. Wat zijn de achterliggende argumenten, redenen, dat die verschuiving uiteindelijk zo sterk heeft plaatsgevonden? Dat men uiteindelijk toch, wat u zegt, hè, zo 30-40% ja. van de tekst uiteindelijk bestaat uit leenwoorden. Waarom? Klopt. Wanita, even, je telefoon valt af en toe uit qua geluid. Dus het heeft te maken met waarschijnlijk je bereik. Dus als je een beetje ergens... Ik ben wel op wifi aangesloten, ja, hoor. Ja, dus. Ja, dus hou het even een beetje in de gaten, dat toch wel... ga verder. Ja, een van de grootste redenen die aangegeven is dat ze het aantrekkelijk willen maken voor hun publiek. Ja. En het publiek is eigenlijk niet alleen dan Hindustanen. Ja. Toch? Want je wil dan ook de niet-Hindustanen bereiken. En deze liedjes hebben daadwerkelijk ook de niet-Hindustanen bereikt. Ja. Want je ziet ook dat ze ook gezongen worden door niet-Hindustanen. Dat zie je ook als je concerten bijwoont. Ja. Ja, duidelijk. Maar goed, dus dat is dus meer publiek bereiken.
Maar is men ervan bewust dat men bezig is een stuk van de eigen identiteit, eigen cultuur prijs te geven? Mijn enquêteonderzoek is wel gebleken dat ze eigen ze zijn wel niet heel erg doelbewust. Ja. Maar wanneer ze zo een enquête invullen en wanneer je vraagt, dan zie je wel dat iedereen... ik kan even eigenlijk een grafiek voor u tevoorschijn halen van wat mensen gezegd hebben. Ja. Eén momentje. Ja. Kijk, bijvoorbeeld als je ze vraagt van hoe vaak luistert u naar Baitendana? Ja. Dan zie je dat 49% zei dat ze nog steeds luisteren. Mm-hmm. En 22% zegt van af en toe. 15% is wekelijks en 16% is maandelijks. Mm-hmm. Toch? En als je vraagt van hoe lang luistert u al, mm-hmm. daar is er een verschrikkelijke, je ziet het, de jongere mensen, ja. maar 4% luistert nog daarnaar. 4% zeg je dat? Ja, ja. 4%. Ja. En dan heb je mensen, zeg maar, die al ongeveer tussen 25, ouder dan 25 jaar zijn, ouder dan 30, die heb je 19%. Ja. De mensen die echt daarna luisteren, ja. zijn allemaal eigenlijk 40 plus, 50 plus, 60 plus. De belangstelling is daar het grootst? Daar is het grootst. Ja. En dat heeft natuurlijk... En als je ze ook vraagt, bijvoorbeeld, is het een bewuste keus? Kijk, ja. je kan nu kan je gewoon via YouTube of whatever, maak je wel een bewuste keus van, ook je wil hierna luisteren. En bij 60%, 63% zegt van nee, ik hoor het alleen bij familie of vrienden, ja. in de auto of op feestjes. Dus als u straks een beetje Ghana-lied gaat afdraaien en iemand is afgestemd op uw kanaal, dan hoort hij het wel. Maar niet dat je echt een bewuste keus maakt hoor. Ja. Alleen slechts 27% maakt een bewuste keus. Die koopt een plaat en gaat thuis zitten en gaat naar luisteren. Ja. Of die gaat naar YouTube en kijken van, oh, er is een nieuw liedje uit. En of mensen, als ik die researchen, dan ga je ze wel beluisteren. Ja. En als je ze ook vraagt van waar hoor je die Baitendana het meeste? En het meeste horen ze op de radio. Dus u hebt een belangrijke taak. Als ik Baitendana afdraai, ja. ja, dan bereikt u de mensen ook. Ja. Want als u nu over de hele dag heen, wanneer je een radio volgt in Suriname of whatever, zie je dat het meer Bollywood is. Ja. En dat promoten we ook. Ja, duidelijk. En een eigen collectie ja. hebben maar 9% van de mensen. Ja, wat zegt dit over de ontwikkeling en behoud van de eigen cultuur en taal? Nou, ik ben verder gegaan door te vragen van hoe mensen zich voelen als ze merken dat er andere woorden uit andere talen in de liedteksten zijn opgenomen. Ja. Toch? Ja. En eigenlijk is daar te zeggen dat 13% zeg maar van oké, dan is het Salami minder gesproken. 27% zegt nou, het is meer voor die interesse van de jongeren. Mm-hmm. En 31% vindt niet erg, ze vinden het gewoon goed dat het toegankelijk is ook voor andere talen. Ja. De conclusie dus het is wel geaccepteerd. Ja. 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 En ik vraag ook van wat vindt u die van de bijvoorbeeld de Nederlandse woorden die in die liedteksten voorkomen? Ja. 58% zegt het is leuk. Ja. En maar 23% zegt van kijk, het is storend. Ja. Duidelijk, hè? 80% zegt, 80% zegt van wanneer die woorden opgenomen zijn, begrijpen ze dat liedje beter. En net wat ik u aan het begin van dit gesprek zei, van kijk, wanneer je niet in een taal bezig, dan ben je niet meer vlot in die taal. Mm-hmm. En dan kan je ook niet op woorden komen, dan ga je steeds andere woorden van talen daarin weer gaan plaatsen.
je gaat automatisch over in een andere taal. Dat heet codewisseling of code switching. Mm-hmm. En dat gebeurt dan. Dan praten we bijvoorbeeld, we beginnen het Tsarnami en dan switchen we over naar het Nederlands. Ja. En dat gebeurt om het beter te begrijpen. En uit dit onderzoek dat er onder 1000 mensen is gehouden, 75% van de mensen kiest ervoor dat de liederen gewoon meer, dat veel worden uit het Tsarnami, Tranang, Engels, Nederlands en Hindi. Die versie vinden zij het beste. Dan begrijpt u dat zangers mm-hmm. dus hierop gaan inspelen. Zeker. En dat is voor hun gemak, dat ze het beter begrijpen, dat ze zich kunnen inleven in de tekst en de bedoeling van dat lied. Ja. Dat toch? En ja. 92% ja. van de respondenten zijn zich bewust dat er een toename is van leenwoorden uit andere talen in de liederen. Dus dat is een bewuste keuze. Ja, nee, helder, maar waar het bij mij om gaat, we leven dus nu in 2022, 149 jaar na de komst van de eerste immigranten uit India, de contractarbeiders. En nou ja, in Nederland, maar ook in Suriname, probeert men nog iets van die identiteit te behouden. En dat doen we door, nou ja, ondanks de beperkte beheersing van de eigen taal, maar dat heeft ook te maken met de generatie voor ons. Die hebben ons een stukje bagage meegegeven. En als we zien naar met wat voor snelheid en met wat voor draagvlak er een acculturalisatie plaatsvindt, een verbastering, zoals ik dat noem, waar staan we dan, ja. waar staan we dan bij de volgende generatie, zo 30 jaar verder? Ja, ik vrees wel dat die taal zal verdwijnen. Hmm. Net als bij de Javanen bijvoorbeeld. Ja. Je hoort, mensen kunnen nu bijna geen Surinaamse Javaans meer praten, zeker ja. de jongeren niet. En als er niet, als we niet creatief zijn en als we de manier waarop het nu gaat verder zal gaan, dan ben ik, vrees ik wel dat die taal zal verdwijnen op ja. een gegeven moment. Wat kunnen we eraan doen om dat te voorkomen? Door Suriname heb je nog een gemeenschap, hè, waar mensen toch wel dicht bij elkaar wonen, veel met elkaar samen doen. Er een behoorlijke basis voedingsbodem is om een organisatie op te zetten om te werken naar toch wel bewustwording en behoud van de taal en de eigen cultuur. Wat zou op dat punt nu moeten gebeuren als we het over Suriname hebben? Om over 30 jaar nog nou ja, iets te hebben van de eigen taal en de eigen identiteit. Zouden we in die taal moeten bezigen, hè? Ja. We zouden in die taal moeten communiceren. We zouden die taal moeten overdragen aan onze kinderen. Ja. Ook met hun praten. Ja. Maar we zouden ook meer in die taal moeten doen. Schrijven in die taal. Ja. Creatieve dingen met die taal doen. Toch? Ja. Muziek maken in die taal. Gedichten maken. Maar misschien ook voor keuzes in het onderwijs laten. Van precies. Kijk, je mag ook een gedicht in het Tsarnami voordragen. Ja. Nou ja, of bij zingen mag je ook een lied zingen in je eigen taal. Ja. Zou Hindi niet op de middelbare school een keuzevak mogen zijn? Of zou dat op de basisschool bijvoorbeeld niet al een deel van het curriculum moeten zijn? Dit is mijn persoonlijke mening. Ik vind niet dat de Hindi onze taal is. Het Tsarnami is van ons. Ja, dus als ik zou moeten pleiten, ja. zou ik pleiten voor het Tsarnami. Nou, dat is onze taal. Ja, en zou dat niet onderdeel van het curriculum moeten zijn, van de basisschool? Ja, er wordt heel vaak erover gezegd. Van, daarom zei ik toch dat je op school bijvoorbeeld een gedicht zou kunnen analyseren. Ja. En een voorbeeld zou kunnen hebben, bijvoorbeeld ook daar bij tonelen. Kijk, we hebben een hele leuke nacht ook. We hebben ook hele leuke andere culturele activiteiten binnen de Hindustaanse cultuur. Dus het zijn allemaal dingen die mogelijk zijn. En het zijn allemaal dingen die jaar in jaar uit aangehaald worden. Ja, maar het komt niet van de grond. Nee, er moet ook iets gebeuren. Er moet ook fondsen voor aanwezig zijn, hè, dat je mensen kan motiveren.
Op de universiteit zou er sowieso ook een poot moeten komen voor cultuur. Ja. Bijvoorbeeld, zelfs als je in Leiden studeert, kan je Nederlandse taal en cultuur doen. Ja. Ja, je zou, zeker. Maar die gemeenschap, hè, die heeft daarin een verantwoordelijkheid. Op Mauritius heb je bijvoorbeeld een museum waar je naartoe kunt en van alles kunt terugvinden die betrekking heeft op de Hindoestaanse emigratie. Je kunt van alles terugvinden, je kunt daar kennis maken met de komst van de Indiase gemeenschap naar Mauritius. Ik bedoel, daar begint het bij. Maar het is een eigen verantwoordelijkheid van die gemeenschap die dat daar neergezet hebben. Zou in Suriname niet meer dat collectief bewustzijn aangewakkerd moeten worden, die verantwoordelijkheid om het hoger doel na te streven, namelijk behoud van de eigen cultuur en de eigen identiteit. Het leren accepteren dat we niet minder zijn. Mauritius, landen als Fiji, ja. Andere diaspora landen, daar ja. worden er wel fondsen van miljoenen US dollars. Ja. Dus er zijn middelen die vrijgemaakt worden, zodat niemand gaat jaar in jaar uit gratis werken. Ja. U weet dat sponsoring ding, dat gratis ding, dat houdt nee. je handje ophouden, dat werkt niet. Nee. Maar zeg je dat de dus verantwoordelijkheid... Om te beginnen, ja? Is dat een staatsverantwoordelijkheid? Om te beginnen zouden we... Ja. Ja. Dat is ook zo. Ja, staatsverantwoordelijkheid. Taal en cultuur. Ja. Ja. Ja, er zouden mogelijkheden gecreëerd moeten worden. Ja. Want kijk, tot nu toe wat we hebben, ik zit ook in een tsunami-commissie met anderen. Het zijn allemaal mensen die jaar in jaar uit gratis een bijdrage leveren. Ja. Nu heb ik ook dit gedaan. Ja. Ja, maar goed, daarmee zijn we er nog niet. Het is natuurlijk heel goed dat je dit doet. Maar wil je dat groots aanpakken, dan zal dat een taak van die overheid moeten gaan worden om in te zien dat in die pluriforme samenleving de pluriformiteit juist aangemoedigd moet worden en ook ondersteund moet worden voor de instandhouding van de diverse culturen. En taal is een belangrijk aspect. Ja, dat klopt. Ja, we hebben politici, mensen die op jou en mij lijken, die hebben nu macht. En die hebben vaak macht gehad in dat land. Hoe komt het dat bij die mensen, en dat zijn niet ongeletterde mensen, dat zijn mensen die ook het moeten hebben van de stemmen van mensen die op hun lijken. Waarom is dat besef er nooit bij hen doorgedrongen hoe belangrijk het is je identiteit in stand te houden? Want het komt ook vanuit hun persoonlijke electorale belang, hen ten goede als ze dat allemaal weten overeind te houden. Waarom heeft men dat aspect nooit opgepakt? En dat vraagt u aan mij, minister. Nou ja, je bent onder... Serieus, meneer Fred, dat vraagt u aan mij? Nou ja, nee, maar dus ik ga ervan... Ik moet antwoord gaan geven waarom onze toppers niet iets hebben gedaan. Maar je bent toch ook een topper? Ik kijk al lang niet meer wat anderen doen. Ja. Ik probeer te doen wat ik kan doen. Ja, en weet u... ik heb gemerkt dat niet werkt, dus ik ga mijn energie echt niet erin stoppen. En het antwoord op deze vraag zal ik u schuldig blijven. Want als ik u iets ga zeggen, lieg ik. Ik kan onmogelijk weten waarom zij het besef niet bij hun is. Ja, maar u bent wetenschapper. En u bedoel, u kunt zaken... Als wetenschapper zaken... doe ik onderzoek. Ja. Ik kijk niet naar mensen hun persoonlijke belangen. Nee, maar als gaat bij mij om de groep. Als groep... heeft de groep met elkaar toch wel, denk ik, een belang bij het in stand houden van de eigen identiteit. Want uiteindelijk, in slechte dagen en in goede dagen, vallen we terug op de groep. En als die groep de identiteit straks niet meer heeft, dan heb je dat natuurlijk helemaal, heb je helemaal niks meer aan. Dus in die zin, collectief, zit daar een belang aan. En je kunt vanuit je ervaring... Op Fiji en op Mauritius, op andere plaatsen waar fondsen vrijgemaakt worden, zoals je zegt, hè, miljoenen, om de eigen taal en cultuur en de identiteit overeind te houden. Met die informatie zou je bijvoorbeeld, ik heb niet gezegd dat je een kruistocht moet gaan beginnen, maar dat je daar toch wel je mensen toch wel zou moeten kunnen aanspreken. Je hebt die kennis, je hebt die informatie, in de zin van bewustwording. Nee.
Ik ben niet de enige ermee, meneer Fred. Nee. En gelooft u, ja, de mensen die in de top zitten, zijn, ja, mensen die, u zegt dat ook, ze hebben ook een mooie bagage met zich mee. Precies. Ja. Dus, en ze hebben ook alle tools in handen daarvoor. Ja. Want ook al heb je die kennis niet, je kan afkijken, je kan mensen ervoor inhuren, maar de wil moet er zijn. Zeker. En er moet draagvlak ervoor zijn. En het begint bij jezelf. Ja. Ik vind het belangrijk, ik vind het ontzettend belangrijk dat onze taal moet blijven. En ik probeer mijn bijdrage te leveren op mijn manier. Ik heb gewoon mijn studie, mijn hobby tot mijn studie gemaakt. Prachtig. Of studie tot je hobby gemaakt. He? Ja. Ja, prachtig. Hey, gelet op de tijd, Wanita, we moeten afronden. Ik vind het fantastisch dat je dit onderzoek doet. En dat je datgene wat je tot nu toe voor elkaar hebt gekregen met ons hebt willen delen. Moet ik de conclusie trekken dat datgene wat je nu wetenschappelijk uiteindelijk bij elkaar hebt geraapt, stemt dat je op pessimistisch? Of zeg je nou, hier zit nog een uitdaging in? Ik ben een fighter. Ja. Ik geef nooit op. Dus ik zie het eerder als een uitdaging, ja, dan opgeven. Ja. En ik probeer ook de positieve kant ervan te bekijken. Ja. Ik zeg, nou, die Bergana is nu een taalvereniging geworden. Ja. Omdat het elementen van andere culturen heeft. En, ja, daarmee gaat natuurlijk iets ook verloren. Ja. Dat wil zeggen, het Tsamnami krijgt veel meer leenwoorden nu daarin. Ja. Waardoor de originele vorm van het Tsamnami een beetje verloren gaat. Ja. We kunnen dit misschien betitelen als taalassimilatie, hè? Ja. Zo'n beetje. Is dit ook een opening, een deur die opengemaakt wordt naar fysieke assimilatie, cultureel, hè? Ik bedoel dat dit de weg vergroot, dat diverse etnische groeperingen, Hindoestanen die vroeger heel erg behoudend waren, nooit in hun hoofd zouden halen, dan wel weinig, om buiten de eigen kring te stappen, om een gezin te starten, maakt dit de deuren open, de brug, de afstand kleiner om die start te maken naar de fysieke assimilatie? Ik weet niet, maar het is wel ook dit stukje wat je zegt, is wel terug te vinden in liedteksten. Ik zal u vertellen, ja, ik heb voor Internationale Dag der Moedertalen, ja, was ik ook gevraagd, ja, door een organisatie. En toen heb ik, zoals ik onze liedjes heb geanalyseerd, heb ik ook Sranang liederen geanalyseerd en, ja, heb ik toen gepresenteerd. Ja. Daarin zie je dat in hun liedteksten, of in onze liedteksten, dat zijn Surinaamse liederen, ja, dat je daarin wel, en het is een heel populair lied van Suripop, Ham Troketja Hila. Ja. Leer mi taki ham Troketja Hila. Ja. En je kan het gaan op verschillende manieren interpreteren, maar één van de manieren is, of de meest voor de hand liggende, we zijn één. Ja, toch? Ja. Leer me jouw taal, ik leer je jouw taal. Jouw taal leer ik, leer me jouw taal. Leer me te zeggen dat ik van je hou. En dat is waarover u daarnet hebt. Ja. Dat is wel terug te vinden. En u weet, liederen zijn een vorm van communicatie. Ja. Het geeft een boodschap weer. Ja. Dat is de boodschap. Ja. Kortom, nou ja, de toekomst, wie wil zien, hè, kan alle kanten uitschieten. Ja. Ja. Maar om te beginnen, ja, kunnen u en ik alvast een afspraak maken. U kunt alvast elke dag tenminste één Bajkadana lied in uw prime time afdraaien. In plaats van die hele mooie klassieke uit Bollywood, ja, draait u eentje van onze artiesten af. Zonder verbastering, hè? Ja. Oké. Okay. Ik beloof je, ik ga het doen. Dank u zeer, ik ga u volgen. Nee, als ik je beloof, dan dat wil niet zeggen dat ik iedere dag dat doe, maar zo vaak als kan. Nee. Ja, dat ga ik doen. Abom, bedankt voor dit moment en we komen zeker bij je terug een andere keer. Wanneer er reden toe is om weer een praatje te maken, er zal zeker een moment komen dat er reden is. Ik vond het hartstikke mooi om met jou gepraat te hebben. Ja, dank u zeer. Ga je goed, u ook bedankt voor dit moment. Ja. En ook aan de luisteraars, heel erg bedankt. Dank voor uw tijd. Doei, dag.